Goedemiddag, welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van vissen. Let wel, het zal nooit met iedereen resoneren. Kijk dan eventueel je maan, ascendant en je venus steken. Of vraag een persoonlijke reading aan via www.revibestarot.nl. En we gaan eens kijken wat mogen we weten in de liefde. Ik ga een overal energie pakken. Heden, verleden, toekomst, verduidelijkskaarten en het advies van Spirit. Ik gebruik dit keer de Romance Angels deck. Deze werd uitgeloot en ik heb hem al een tijdje niet gebruikt, maar hij kwam eruit. Dus ik ga hem pakken. We gaan het zien. Ook wil ik natuurlijk iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd op mijn kanaal. Ik ben jullie super dankbaar. Voor jullie groei ik natuurlijk, mocht je mijn video's leuk vinden. Ja, deel ze desnoods. Een like natuurlijk, zou ik erg waarderen. En een reactie onder de, in de comments. Wat mogen we weten voor de lieve vissen? Oeps. Speelsheid heb ik hier. Als de romantiek wilt doen herleven, laat dan de levenslust van je innerlijke kind de vrije loop. Wauw. En dat voelt een beetje voor mij als de voel eigenlijk. We gaan eens verder kijken. Oeps, Angelique. Wat mag ik nog weten van die prachtige, voor de lieve kist? Oeps. Passie heb ik hier. Wauw. Er is een magnetische connectie onderweg. En geniet daarvan, staat hier. Wat is er aan de hand, lieve vissen? We gaan eens kijken. Heden, verleden, toekomst. Of verleden, heden, toekomst. Soms draai ik dingen om. Wat mag ik weten voor de lieve vis in het verleden? Oké, Three of Cups. Waarom hadden die Three of Cups in het verleden? Het kan zijn dat je ergens een rust in zou hebben moeten vinden. Wat niet meer. Oeps, nou, dat zijn er heel veel. Het kan zijn dat er een third party was. En ik wil het eigenlijk nooit benoemen. Maar het kan zijn dat er ergens of te veel gefeest is. Of er was iets wat niet meer in balans was met een commitment. Het kan ook jaloezie zijn met vrienden. Of in ieder geval dat er iemand meer gaf dan. Dan eigenlijk de bedoeling was. The Page of Swords in het nu. The Judgment, wow. En de Lovers. Oké. In de toekomst. The King of Cups. De 9 van Staven. En de 2 van Staven. En als chaotische energie is wat ik zie. Wat ik voel is dat je ergens iets moet loslaten. Er is iets wat je zou moeten loslaten om een nieuw passievol nieuw begin te krijgen. Er wordt een aanbieding gedaan, maar er moet eerst iets wat niet in balans is, ruimte komen, is wat ik voel. In ieder geval, in het verleden kan het dus zijn dat je je rust hebt moeten pakken, dus dat er iets karmisch was waardoor jij, waar de balans uit is. Waarschijnlijk heb je meer gegeven, jullie zijn natuurlijk gevers. Dus daar is een balans in, of er was uitbalans is wat ik voel. In het nu heb ik hier de Page of Swords, dus er is iemand die iets wil communiceren of er is iets met op communicatie vlak. Het kan zijn dat je heel chaotisch in je hoofd bent, dat er een energie over je heerst, waardoor je soms het lastig vindt om je hoofd cool te houden. En ik zie hier de Judgment en de Lovers, dus er is iets misschien uit een vorig leven of waar iets moet... Een bevrijding in zou moeten komen. Dat kan dus te maken hebben in de liefde. Er is een spirituele connectie. Of er is een connectie wat een diepere verbintenis met zich meebrengt. Het kan zijn dat je daar een keuze in hebt. En dat kan dus te maken hebben met hart en verstand. Of er is een liefde of een onvoorwaardelijke liefde. Wat misschien nu weer in je leven komt.
Ik zie hier de King of Cups. Dat kan jullie energie zijn. Of er is misschien nog een ander waterteken die jou de liefde aan wil bieden. Dus een persoon die erg emotioneel volwassen is. Maar ja, en spiritueel. Maar ik zie dat er ook iets wordt vastgehouden. En daardoor vind je het lastig om keuzes te maken. Omdat je vasthoudt aan iets in het verleden. Dus het kan dus het deel zijn wat dus eigenlijk niet meer diende. Wat je los zou moeten laten. Wat eigenlijk waar een oordeel over zou moeten komen. Om dus eigenlijk weer een keuze te maken waar jouw hart ligt. Want je hebt wel een visie. Alleen je weet soms niet goed hoe je het moet aanpakken. En dat kan dus zijn omdat je in het verleden misschien emotioneel gewond bent geweest. En daar te lang aan vast hebt gehouden. En dat het nu dus tijd is. Wauw, weer de Ace of Wands bovenop dit deck. Wauw, prachtig. En de Love is hier nog. Dus ja. Er is iets waar je een keuze zou moeten maken wat niet dient, heb ik het gevoel. Maar we gaan eens kijken. Wat is die voor van die verzwaarde? Ja, een torenmoment. Wat ik al zei. Er was iets niet in balans. Er waar een zijkel in heeft moeten plaatsvinden. Ja. Dit was onvermijdelijk. Dat kan een karmisch deel van je leven zijn geweest. Dat kan op relatiegebied. Vaak is het wel relatie, want het is natuurlijk een liefdesreading. Waarbij dus ja, geen balans meer in zat, wat ik eigenlijk al zei. De toren betekent ook oude gewoontes doorbreken. En eigenlijk ja, zien dat iets niet meer werkt. En als iets niet meer werkt, dan helpt spirit je onvermijdelijk. Wil je zelf geen keuze maken, komt er wel iets waardoor het gewoon... Ja, wel zou moeten om die cycle eigenlijk door te gaan. En dit is een cycle wat vaak wel positief is. Maar met de toren kan het dus voelen dat het een hele chaotische tijd in je leven is geweest. En je eigenlijk ook bang was om dus eigenlijk naar de toekomst te varen. Omdat je eigenlijk een beetje bang was voor de toekomst. Je wist niet goed wat er ging gebeuren. Wat mag ik weten over die Three of Cups omgekeerd? Ja. Het kan zijn dat er in een commitment dus meerdere personen waren. In een huwelijk of samenwonen, dergelijke. Of in een andere connectie. Ja, je had misschien al een voorgevoel. En spirit zei misschien dat je keuzes hebt gemaakt op basis van gevoel. Of je zou keuzes moeten maken. Of ja, je had... misschien dat je je zielsverwant hebt gevonden in het verleden, maar dat het misschien even niet mogelijk was, omdat er dus meerdere personen in het spel was. Ja, die persoon gaf je wel super veel liefde en was ook echt een spiegel voor je. Die persoon, ja, was het alles in je leven is wat ik eigenlijk voel. En het kan dus zijn dat er dus twee personen zijn. Wat mag ik weten over die Page of Swords? Het kan twee dingen betekenen, want vaak staat het ook gezien als een spion, maar het kan ook dat er iemand strijdvaardig is, of dat iemand dat je voor jezelf moet opkomen, of dat je impulsief soms bent en onrustig, ja, voor een aanbieding. Dus het kan zijn, wow, en de King of Swords, ja, je zou keuzes moeten maken, want je zit nu nog in een energie van kindelijk, dus niet goed weten welke kant, je bent wel strijdvaardig, maar denk misschien soms niet na over de gevolgen daarvan. Je ligt hier ook de Knight of Swords. Ik heb hier, je zou eigenlijk de King of Swords moeten aannemen. Dus op een volwassen manier misschien keuzes maken. En daardoor ook misschien betere visies krijgen. Het kan ook zijn dat je voor jezelf moet opkomen. Dat je even een pauze moet hebben in hetgeen waar je in zit. Om dus eigenlijk te voelen dus dat er een verandering nodig is. Of een keuze moet maken. Wat mag ik weten over die judgment? Er is iemand die je liefde aan wil bieden. Wauw. Ja, de duivel. En weer de Page of Swords. Wat ik al zei. Het kan zijn dat je heel erg in je hoofd zit. Het kan zijn dat je dus een karmische relatie hebt waar die je misschien nog in de gaten houdt. Of er is iemand die jou in de gaten houdt. Maar er is iets wat toxisch is. En dat kan dus nu nog spelen. Of er is iets wat speelt. Het kan zijn dat je in verweer bent, dat je strijdt, dat er of jij bent het, of er is iemand in jouw leven die voor chaos kan zorgen. Ja, conflict.
Het kan zijn dat er machtissues spelen of je zit gewoon heel veel in je hoofd. Oeps, wat mag ik weten over de letters? The Queen of Pentacles. Ja. Het kan zijn dat je dus niet tevreden bent op dit moment in een situatie waar je dus hard voor hebt gewerkt. Wat blijkt dat waarschijnlijk gewoon niet hetgeen is waar je op had gehoopt. Maar ik zie hier nog een commitment. En dat kan te maken hebben met die persoon. Of er is nog iemand anders. Is wat ik voel. Waar je veel verdriet van hebt. Je wil keuzes maken, je wil verzorgend zijn, je wil deze connectie nurturen, je wil... Alleen het gaat misschien niet snel genoeg, heb ik het idee, zo voelt het voor je. Wat is die King of Cups? Wie is dat? Wat mag ik daarvan weten? Ik zie hier dus meerdere personen liggen. Het kan zijn dat jij een keuze moet gaan maken, dat je misschien voor jezelf op moet komen, is wat ik voel. Victory. Omgekeerd. Weer de judgment. Weer de 9 van zwaarden. Of weer, maar de 9 van zwaarden. Dus er is iets wat tot een victory zou moeten leiden, maar er zou iets moeten worden afgesloten. Je zou ergens een verlossing in moeten vinden. Een verandering of... En dat maakt je verward. Dus in de toekomst heb jij een keuze in de liefdes. Wat ik voel waar je gewoon over wakker ligt. Ja. Er is iets wat ontrouw heeft... Iemand heeft jou of ontrouw aangedaan. Of je bent zelf degene die misschien ontrouw... Ja, niet trouw is geweest. Conflict. Ja, jij blijft een beetje vasthouden aan het verleden, is wat ik hier zie. Want ik heb hier weer de 3 van cups. De 5 van cups en de 5 van staven. En dat zegt mij dat jij dus vasthoudt wat ik eigenlijk al voelde. Je houdt vast aan hetgeen wat jou verwond heeft. Spirit zegt, laat het los en ga erop uit. Ga feestvieren of ga iets doen waar je gelukkig van wordt. Ga die passie aan, die speelsheid van dat innerlijke kind en maak je niet te veel zorgen. Sluit dingen af, zodat je ook kan transformeren, zodat er dus een passievol nieuw begin kan komen. Want waar je nu aan vasthoudt, het dient niet meer. Die victory is er niet meer. Je zou daar een keuze in moeten maken. Want er is een persoon die je waarschijnlijk steeds weer heeft gekwetst. Dus er is een torenmoment geweest. Je vond het angstig. Het kan ook zijn dat er nog een andere persoon speelt, hoor. Maar ik heb het gevoel dat je je ook vasthoudt aan iemand anders nog. En waarom weet ik niet. Maar dat is eigenlijk wat ik wel voel met deze kaarten. En dat geeft conflict in je hoofd. Dus je maakt jezelf eigenlijk steeds weer... Blijf je jezelf verbonden ook. En het kan zijn dat iemand anders dat ook heeft gedaan. Maar je doet het zelf ook om door steeds terug te gaan naar het verleden. En Spirit zegt, stop daarmee. Want, en wees helder wat je wilt. Zodat we dat je ook kunnen aanbieden. Die visie die jij hebt. En wees gewoon nu ook tevreden met wat je hebt. En ga vanuit daar verder. Weer de 9 van staven. De 5 van zwaarden. En de 7. Ja. Jij houdt vast aan iemand of aan iets. Je bent niet eerlijk tegen jezelf. Of er is iemand niet eerlijk tegen jou geweest. En dat blijft jou een beetje dwars zitten. Er is iemand die jou dus ontrouw heeft aangedaan. En dat kan je maar moeilijk loslaten. Of je bent zelf degene die dat heeft gedaan. Dus ja, dat kan twee kanten. Ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn. Dus er is iets waar je steeds weer terug gaat. Dus ja, blijf maar vasthouden. Je blijft je maar vast. En eigenlijk verwond je jezelf daarmee. Door steeds terug te gaan. Spirit zegt van blijf gewoon in het nu. Transformeer en voel ook dat er gewoon wel liefde is.
Wat mag ik nog weten over die 5 van de zwaarden en die 7? Ik ga ook nog vragen die 6 van. Ja, het kan zijn dat het iets gewoon in de relatie gewoon als vanzelfsprekend werd gezien. En weer de King of Cups. Lastige situatie weer. Er was een completion. Er is iets wat niet goed ging waar een completion in moest komen. Dan kan het heel goed zijn dat er dus iemand te veel gaf. En dat kan jij zijn. En tegelijk zie ik iemand uit het verleden. Of er is iets uit het verleden wat jou steeds weer doet teruggaan. Is wat ik voel. Ja. Waar je af vasthoudt. Ja. Er is wel geluk. Is wat ik zie. Mits jij een balans vindt in je leven. Is wat ik voel. Het is een beetje lastig. Maar je weet het voor jezelf. Ik ga nog een advies vragen. Wat is het advies voor de vissen? Maak keuzes. Hak die strijd wel door. Of ga iets, een commitment afsluiten. Of een keuze maken in de liefde. Wat misschien pijn gaat doen. Maar laat dingen los. Deze vrouw kan heel goed besluiten maken. Omdat ze veel heeft meegemaakt. En het is de bedoeling dat je die energie een beetje overneemt. Dat je dus eventjes je... Ja, zodat er ook liefde kan komen. Ja, zie. Dus maak keuzes. Het kan zijn dat er dus 2 personen zijn. Je zou een keuze moeten maken. In de liefde. Zodat er dus ook weer liefde op je pad komt. En laat het oude los. En open je gevoel, zodat je ook weer lief kan hebben en ook die passie kan voelen. Ja, dit is wat ik voor jullie heb. Het zal misschien voor, ja, het is een beetje een ingewikkelde situatie. Maar dit is wat ik voor jullie heb, lieve vissen. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog, laat het me weten. En ik hoop je snel te zien in een van mijn andere readings. Doeg!